Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Het is weer heel erg warm weer vandaag, het hele weekend trouwens, en volgende week komt er een hittegolf aan hier. Dus dat betekent voor mij dat ik weer veel buiten ga gaan zitten, want ik moet nog altijd een kleurtje op mijn huid krijgen. Ik heb een heel bleke huid, dus die mag wel wat bruiner worden. Ik ga dadelijk ook nog genieten van de zon en ja, zoveel mogelijk van de zon dus genieten. Wat ik eigenlijk wou vertellen vandaag is dat ik dus binnen een paar dagen mijn nieuwe maandloon ontvang. De dinsdag dus. En deze keer had ik dus twee dingen op het oog om te bestellen via het internet. Dus ik heb hier een prachtige scepter hydrakenei, zoals deze genoemd worden. Het is een van mijn lievelingskristallen dat ik in huis heb. En ja, ik ben er heel erg dol op. Ik heb in het verleden ook al video's hierover gemaakt. Het is echt een prachtige kristalsoort, zoals dat jullie zien. En het wordt ook wel drakenei genoemd, omdat het in de vorm van een drakenei is. En ja, ik heb altijd zo het gevoel gehad van ik wil er graag twee hier in huis. Twee van deze prachtige scepterhydrakeneieren wil ik graag in huis. En nu had ik gelezen dat iemand, een vrouwelijke lichtwerkster van Nederland, ik volg er verschillende, maar eentje van hun had dus nieuwe, zou komende week dus nieuwe scepterhydraken eieren op haar webshop hebben. Dus die ga ik dan ook bestellen met mijn nieuwe geld. Het is nu niet zo heel erg duur. Dus. En dan heb ik eigenlijk twee in huis, dus dat is wel fijn. Dan heb ik altijd het gevoel gehad van ik moet er twee hebben. Dus die tweede die komt er binnenkort ook aan. En als ik die besteld heb en die komt aan, zal ik die natuurlijk ook even laten zien aan jullie. Nu, ik heb ook al in een vorige video gezegd dat ik weer heel veel aan het lezen ben. Ik heb mijn passie voor lezen weer hervonden. En dat zijn dus vooral de boeken van de Glazen Troon serie van Sarah J. Maas. Die ik heel graag lees nu. Ik ben aan het tweede deel nu bezig. Deze noemt De Donkere Kroon. Dat zijn echt hele goede boeken. Het is heel spannend. Er is heel erg veel fantasie en zo. Dat erin voorkomt. Dus dat is eigenlijk helemaal mijn ding. En ja, ik had dus de eerste twee boeken al in huis. Er zijn in totaal 7 delen. En ik ga dan ook nog het derde en het vierde deel bestellen bij bol.com. Want die leveren de volgende dag al wat je daar bestelt. Dus ik vind het een hele goede site om iets te bestellen bij bol.com. Ik kan het iedereen aanraden. En ja, dus ik ben ook weer heel veel aan het lezen. Ik ben ook altijd heel erg rustig bezig. Als ik buiten in de zon ga zitten, is het meestal ook met een van mijn boeken dat ik dan aan het lezen ben in het zonnetje. Ik ben ook heel veel met mijn planten bezig. Ik probeer er zo goed mogelijk voor te zorgen. Mijn planten zie ik een beetje als een soort van mijn kindjes. Ik ben van plan om wel heel mijn leven kinderloos te blijven. Omdat ik heel erg op mijn vrijheid en mijn rust ben gesteld. En mijn vriend heeft dat trouwens ook. Net dezelfde reden als mij. Dus ja, maar ik heb dus wel heel veel planten in huis. En ja, de planten zijn mijn kindjes eigenlijk in mijn ogen. En ik wil er zo goed mogelijk voor zorgen. Ik wil dat ze mooi groeien en bloeien. En ja, dan binnenkort, begin september, gaan wij naar Tenerife. Voor een weekje of zo. Weer genieten van het goede weer daar. Maar ja, dan die planten zijn hier een hele week alleen. En er zijn natuurlijk nog wel andere mensen in huis hier. Dus ik hoop dat zij dan goed voor mijn plantjes gaan zorgen. Want ik zou het wel heel erg vinden moest ik terugkomen. En moesten die planten er heel slecht aan toe zijn. Dat kan ik niet tegen. Ik vind mijn planten zijn heilig voor mij. Ik wil gewoon dat die er goed doorkomen en dat er goed voor gezorgd wordt. Maar ja, ja, dus daar ben ik dan vooral heel veel mee bezig. Dus met de planten, veel lezen, veel buiten in de zon gaan zitten. Ik ben ook altijd heel erg met mijn spirituele werk natuurlijk bezig. Zoals ik net al vertel over die scepterhydrakeneieren. Dat ik daar ook nog altijd heel graag mee verbind. Ik heb echt iets met de draken. Zoals dat jullie ook al mijn vorige video's wel heel veel daarvan terug kunnen zien. Ik
Ik heb heel veel drakenspullen in huis, heel veel kristalsoorten die met de drakenenergie zijn verbonden. Een paar drakenbeeldjes en zo. Dus ja, spiritueel is wel heel erg belangrijk voor mij en dat gaat waarschijnlijk heel mijn leven belangrijk voor mij blijven. Ik ben er al heel erg lang mee bezig. En ja, ik vind steeds nieuwe wegen erin, steeds nieuwe paden die ik interessant vind om te bewandelen op dat vlak. Ik leer steeds meer bij. Dus ja, dat is ook wel echt mijn ding. Maar ik ben wel een persoon die mij liever heel rustig bezighoudt. Heel erg geniet van de rust, dingen doe die ik graag doe. Zoals nu de festivalperiode is aangebroken, maar de festivalperiode is niks voor mij. Ik ben echt geen fan van drukte en lawaai, mensen die veel alcohol drinken en die daar dronken rondlopen. Dat is voor mij een hel. Daar kan ik echt gewoon niet tegen. Dus ik zit liever met het warme weer ergens ofwel in het zwembad, omdat ik ook heel graag zwem. Ik ben heel erg sterk met het element water verbonden. Of ik lees gewoon graag een boekje in de warme zon. Maar festivals of feestjes en zo, nee. Nee, dank je. Dat is niets voor mij. Rust is voor mij heel belangrijk. Mij gewoon goed in mijn vel voelen. En ja, niet overmand worden door chaos en zo. Oké, dat waren weer een aantal dingen die ik graag wou delen met jullie vandaag. Zo gauw dat mijn nieuwe Scepter-Hydraken-ei hier aankomt, zal ik deze ook tonen aan jullie. En ik wens jullie allemaal nog een heel erg fijne avond en heel erg veel liefs van mij.